Raritex Art Gallery heeft gisteren een bijzondere historische of museale expositie geopend van het werk van kunstenares Nola Hatterman. De expositie heet Geen kunst zonder kunnen en vertoont de 40 mooiste werken van Hatterman. Zo kunnen bezoekers kennis maken met een belangrijk deel van het werk van de Nederlandse kunstenares die Suriname tot haar thuis maakte. De tentoonstelling, die ondersteund wordt door de Nederlandse ambassade, heeft twee curators, Ellen de Vries en Rinaldo Klas. De Vries, die onderzoeker en publicist is, schreef een boek over de kunstenares en Klas is beeldend kunstenaar en ex-leerling van Nola Hatterman. Bij de opening vertelde Klas aan de bezoekers hoe trots hij is om een leerling van Hatterman te zijn geweest. Nola Hatterman geloofde gewoon zelf dus dat het mogelijk moet zijn dat kunstenaars hier in Suriname de opleiding volgen en afstuderen. Vroeger was het niet zo. Vroeger was het kunstenaars, mensen die kunstenaar willen worden, moeten naar Europa om daar een formele opleiding te doen. En op een gegeven moment heeft ze gezegd van nee, het moet mogelijk zijn. Dus heeft ze vier eerst afgestudeerden hier in Suriname lesgegeven en op een gegeven moment zijn ze ook afgestudeerd. Dat zijn Jules Brandvlu, Wilco Elschot, Rudy Chang, mevrouw Elschot, Rudy Chang en Dulce Quinta. En vervolg, Rinaldo Klas, daar ben ik. De ex-leerling van Hatterman haalde nog meer herinneringen op en uitte zijn dankbaarheid over al het mooie dat ze heeft achtergelaten. Nou, ik vind het leuk om toch oud collega aan u te presenteren, omdat ik heb les van haar gevolgd. Ik heb de school gerund, maar ik was niet de enige. Als Nola niet was geweest, dan was ik misschien een automonteur. ze heeft juist de artiest uit mij gehaald. Mogen we applaus voor haar? Want als ze in leven was, zou ze heel trots zijn om al haar oud-leerlingen te mogen meemaken hoe goed wij het eigenlijk allemaal doen. Jules Brandvlu die doet glas en lood. Wilco Elschot die schildert nog, maar hij woont in Europa, dus hij doet ook architectuur. Rudy Chang ook werkt over de gemeente Amsterdam. Sukinta is grafisch ontwerper. Ram Jawansi is beeldend kunstenaar, dus die schildert ook. Tot zover Rinaldo Klas gisteren bij de opening van de museale expositie van kunstenares Nola Hatterman in de Raritex Art Gallery.